Je kunt niet naar de voetbal, je mag eigenlijk überhaupt niet op pad. Dus dat geeft ineens een heel bijzonder gevoel van urgentie, maar ook wel van verbinding. Vanwege daar weer de effecten op bedrijven voor de komende tijd. Dus twee spanningen die bij elkaar komen en die creëren het gevoel van laten we met z'n allen kijken wat we kunnen doen. Nou, dat hebben jullie meteen opgepakt en dat is natuurlijk geweldig. En we hebben ook gezegd, als het gaat om al die andere zaken die spelen, WW, werktijdverkorting, aanvullende financiering die door banken geleverd kan worden met extra garantiestellingen, om daar in ieder geval iedereen heel actief over te informeren. En als het goed is, komt vandaag en anders morgen het kabinet ook met de maatregelen die zijn aangekondigd door de minister van Financiën, dat er ruimte is in de begroting, gelukkig. Om te doen wat nodig is om iedereen een overbruggingskans te geven. Ik wens jullie heel veel succes bij deze bijzondere vergaderzetting. Je zou hier iedere dag willen vergaderen als je iedere dag moet vergaderen, maar dat gebeurt niet. En we wachten natuurlijk even de uitkomsten van jullie aanpak af en de communicatie die nodig is naar onze inwoners om dan de mensen ook daadwerkelijk te bereiken. En let altijd op. Dus mijn ervaring uit vorig werk aan de sociale kant. Ik heb altijd de uitspraak geleerd. De echte armen, die laten zich niet horen. Omzet kunnen blijven genereren als we geen restaurant gasten mogen ontvangen. Nou goed, daar willen wij dus op inspelen. Met het concert dat heet Ting Dong. Gericht op twee groepen. Dat is enerzijds jullie als horeca zijnde. Anderzijds ook als de toeleveranciers die zich richten op de horeca, want ook zij worden natuurlijk hierdoor hard getroffen. Als Oostenrijkse ondernemer gaan we ons ook richten op de Oostenrijkse burger. En daarnaast zijn er heel veel mensen die gewoon heel erg eenzaam zijn omdat ze in isolement zitten. Maaltijden voor mensen die op dit moment die zorg hard nodig hebben, ambulance, politieagenten, noem het allemaal maar op, om die ook een hart onder de riem te steken. Nu kan het moet gaan worden wat we zeggen, we gaan een aantal arrangementen aanbieden. Dat laat ik eventjes in het midden, dat wil ik graag met jullie ook even bespreken en kijken wat het voor jullie werkt, haalbaar is, ook met jullie keuken natuurlijk. Ja, we hebben dit voorbereid, we hopen dat het een beetje duidelijk is geweest en als jullie vragen hebben, stel ze. Vanuit een cateraar moet gaan denken en vanuit één centraal punt en dan een gezamenlijk iets maken. Want ik ga niet, ik spreek voor mezelf, maar ik kan niet mijn bedrijf de keuken opgooien om vervolgens één kreeftje te koken en vervolgens dat weg te brengen en dan weer te wachten tot... Want mensen gaan niet zo snel zoveel laten bezorgen. Je moet ook realist zijn, vind ik. De financieel bijdragen om te kijken, of een stukje vervoer of wat dan ook, overal waar kosten aan hangen, om die in ieder geval te kunnen vergoeden ook. Dus dat we niet nog meer kosten hoeven te maken om vervoer of wat dan ook is, of een website of wat dan ook. Dus dat daar in ieder geval om financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Dus daar kunnen we daarmee in ieder geval hopelijk grotendeels in dekken. Wij zijn horeca Oosterwijk werken, maar wel vanuit jezelf. Zou je dit daar ook zo kunnen inrichten? Want ik denk namelijk dat jij, jouw klanten en horeca mensen, hun eigen gasten, makkelijker kunnen benaderen dan dat onder één paraplu gaat. Je moet eigenlijk wel ergens naartoe dat je een beetje een richtlijn hebt van wat voor soort gerechten, qua prijs, waar komen ze vandaan. En er moet een beetje eenheid gaan komen. Ik denk dat aan zich ja, het individueel wegzetten is prima, maar individueel gaan werken is voor niemand rendabel. Nou, willen we dit en ik vind het een heel goed idee om dat te doen. Maar dan zal het wel zijn eigen weg gaan volgen, denk ik. Weet je wat ik bedoel? Ik zou sneller, ik trek vrij snel naar Meer en naar Gijs en ik heb bewijs van, wel, kunnen we iets? He, ik ben vanmorgen bij de groenteboer geweest, ik heb daar de pompoenen opgehaald die hij niet verkoopt en de jongens bij mij staan al pompoens op te kopen. En die hang ik ook aan de deuren bij mensen om ons heen die de deur niet uit kunnen of mogen. Ik denk ook dat je na moet denken bij het clusteren naar het bestedingspatroon van de mensen die dat eten af gaan nemen. Want de een eet normaal gesproken misschien pasta, nasi en boerenkool. En als je met vijf restaurants iets aanbiedt dat ze een soort abonnement hebben, dat ze iedere dag van een ander restaurant een maaltijd krijgen tot, ja weet ik veel, 6, 7, 8 euro. En andere mensen die vinden het misschien prima om in deze tijd 15 euro per maaltijd af te rekenen. Ik kan me voorstellen dat je aanbiedt dat mensen 4 dagen in de week een maaltijd afnemen of 7 keer in de week. Maar dat je zoiets aanbiedt en dat je dan als mensen een abonnement van 4 afnemen de komende weken, dat dan 4 restaurants die 4 maaltijden gaan maken. Welzijn van de mens,
zaterdag ligt te kwakken. En toen dacht ik van, verrip, al die oudjes die nu opgesloten thuis zitten, laten we belkringen opzetten. En er zitten nu tussen 80 tot 100 mensen die dagelijks gebeld worden. Gisteren hebben wij al 18 mensen bezocht voor 2 dagen soep, fruit en iets lekkers erbij. Ik heb net, voordat ik ging, het was het 10 uur, 24 aanmeldingen vanuit de zorg, vanuit buurtgenoten, KBO, van alles. Het is heel mooi. Wij zijn gisteren samen op pad geweest. Het is ook wel de angst bij de mensen. We proberen dat ook, hè, even een contactmomentje. In de zin van, we zetten de spullen voor de deur, we bellen aan, nemen afstand. Even zwaaien, we hebben kaartjes in de bus erbij gedaan. Van als er iets is, ben je ongerust, bel ons. Ook jullie, want ik wil zeggen, ja, het is gewoon super hoe dat we dit nou tot stand brengen. En samen met en voor elkaar is het. Ondernemers met een sociaal hart. Ons eigen inzetten voor die doelgroep. Dat komt nu wel heel erg goed van pas natuurlijk. Maar het is de bedoeling dat we naast deze tijden in andere tijden er ook voor mensen zijn. Bedanken voor al die ondernemers aan een oproep richting de bevolking van jongens. Steun onze ondernemers. Koop lokaal. Ben er voor die ondernemers die ook nu in deze moeilijke tijd hun steentje bijdragen. Maar willen we iets samen gaan doen? Misschien kunnen we het ook wat kleiner aanpakken dat we dan met elkaar een keertje gaan brainstormen. Want we zitten allemaal met 3-4 weken dat we nu dicht moeten, hè? 3 weken. Dus er is volgens mij nog best wel heel veel voorraad. Wat gewoon eigenlijk nog hartstikke mooi is en heel goed te gebruiken is. Maar als we dat, iedere keuken dat alleen moet gaan werken. Dat het duurder wordt in plaats van beter. Hè? Nu al, want er ligt gewoon, voor mijn gevoel ligt er geen concreet iets. En dat is natuurlijk ook de opzet van hier. Ja. Maar dat we in ieder geval beginnen met Irene. Van wat heb je vandaag nodig? Wie van ons heeft wat liggen? Dat je vanaf vandaag niet al verder kunt. Ik snap wat je zegt, maar zou je dan niet zeggen, ik heb dit liggen. Juist. En maak dat ervan. Want, maak daar iets van. We zijn allemaal niet in de omstandigheid om dingen te gaan bestellen of op bestelling te doen. Nu verwerken wat er is. Maar zij hebben geweldig werk gedaan, dus natuurlijk gaan we dat steunen. En ja, dat je het niet om moet draaien, dat je niet moet vergissen, want iedereen heeft er last van. En ik denk dat je op die manier, als jullie gewoon jullie goede dingen doen, en dan in samenwerking met het sociale karakter wat erin zit, ja, dan ben je er eigenlijk al. He, dus, en als je dat op een goede manier, zeg maar, communiceert, dat mensen daar ook van op de hoogte zijn, dan zeggen van nou, hey, ze hebben het al niet makkelijk, maar kijk eens wat ze allemaal doen. He, en dat is eigenlijk, denk ik, de insteek van, ja, nu zeg maar heel snel kunnen reageren op iets. Dat is nummer 1. Want nummer 2, als je zegt van ik wil die keuken door blijven draaien, dan vind ik dat je ook de ondernemers in Oostenrijk zeker aan mag spreken. En er zijn natuurlijk zat creatieve ideeën. En wij zorgen dat je leraar betaald wordt. Ik denk dat er best wel ondernemers zijn bij jullie in de straat die dankzij jullie, dat jullie er zitten, een goede omzet draaien. Want er is heel veel sfeer in Oostenrijk dankzij de horeca. Jullie zitten nu alleen maar met horeca hier bij elkaar. Maar dat het eindelijk om alle ondernemers in Oostenrijk draait. Dus over het nadenken van hoe zet je nou de sociale netwerken, hè, van een aantal organisaties in combinatie met een aanbod wat je genereert. En dan gaat kijken van hoe ga je dat stroomlijnen. Want mijn doelgroep die zit niet heel vaak op internet. Dus hoef jullie niet uit te leggen hoe dat je soep moet maken. Hè, of hoe je, dus dat weten jullie allemaal. En ja, zij weten de netwerk, dus alles is er. Alleen je moet het nou even aan elkaar koppelen door middel van een goed platform. En heel snel. Dus geen tijd laten verspillen, gewoon nu gewoon aan de gang. We gaan dan een richtlijn maken van ja, wie hebben het nodig? Nee, gewoon maak het en dan wordt zelf al ingevuld waar dat het goed terecht komt. Kijk, en als ik dan denk van nou, ik wil nog iets meer doen, dan wil ik daar misschien ook nog wel wat geld voor achterlaten. Dat jullie in elk geval door kunnen met jullie goede werk.